We kunnen al bijna... Oh my god! Yo kijkers van Clonny Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Pokémon Go. En er spat gelijk een Nidoran. Maar er is natuurlijk een update. Ja, eigenlijk daar praat ik straks over, want ik wil niet dat hij wegrent. Dus, oh, met één hand, kom op. Oké, ik had hem geraakt, alleen hij ging aanvallen. En dat vind ik niet zo lief van die Nidoran. Dus woehoe! Een great. Het leek echt alsof ik die misgooi. Ash Ketchum. Nice, we hebben hem. Maar er is dus ook een update. Wat nu heb je? Oh ja, dat komt omdat ik al vandaag een Pokémon heb gevangen. Maar dan staat er bovenaan daily bonus. En dan komt er een stipje bij. En dan krijg je dus echt iets van 600 extra XP. Wow, wacht. Je vangt elke dag gewoon één Pokémon. En dat doe je achter elkaar, dus 4 dagen. Dan krijg je iets. Ik weet niet wat je krijgt. Ik moet nog maar 1200 XP en dan ben ik level up. En ten derde, onze eieren. Ik moet wel 3 kilometer lopen als ik ze allemaal wil poppen. Dus ik heb er super veel zin in. Over de gym update. Ik denk niet dat ik een gym vandaag ga verslaan. Deze rode is level 10 en die blauwe is level 10. Maar het is zeg maar, je valt de gym aan. Degene die hem aanvalt, die kan hem erin zetten. Dus als hij wit wordt, dan kan alleen degene die hem heeft aangevallen, kan hem erin zetten. Er zit bijvoorbeeld daar een gym. En dan denk ik zo, oh, hij is wit. Ik heb hem niet aangevallen. Let's go. Nee, dat kan dus niet meer. En hier is trouwens een pokestop. Die pak ik lekker. Wow. Dus een of andere verlaten gebouw. Hé, hey, we hebben een ei. We hebben een egg. Oh, dat is ook veranderd, die logootjes. Zoveel veranderingen. Hij was groen, dus ik neem aan... Ja, het is een 2 kilometer ei. Shit. Ik kan hem misschien nog... Ja, ik kan hem nog super snel erin zetten. Ik heb geen incubators meer. Ik ga deze kant op, want dit is een fietspad. Maar ik ga hier spooky pad op. Dit is geen spooky Pokémon Go video. Niet met killer clowns. Nee. Trouwens, als we level up gaan, dan kunnen we onze executor gaan power-uppen. Maar dat wil helemaal niks spammen. Oh shit, net was er een Eevee nearby en die is dus nu weg. Eevee, Shellder, Sandshrew en Jigglypuff zitten nearby. Ik had verwacht dat ze gingen spammen, maar er zit alleen een Sandshrew nearby. Als ze deze video niet level up gaan, hè. Jullie mogen in de comments achterlaten wat jullie zouden doen. Als jij ook zo'n video had gemaakt en je was niet level up gegaan, terwijl je echt nog maar zo weinig XP moest. Echt, ja, wat zou ik doen? Hier in de sloot springen, serieus? Dan spant gewoon geen Pokémon. Normaal spannen Weedles, alles. Maar dat is even serieus. Als ik deze video echt niet level up ga, ga ik serieus in die sloot springen. Echt 2 keer serieus, nu 3 keer. Eeuw. Als je het niet wil zien, spoel je even een klein stukje door. Gast. Oké, stop. Als je langer naar die drol wou kijken voor meer details, zet de video even op pauze. Als iemand dat wil, onze Growlithe moet nu 3 kilometer lopen. En ik hield mijn cam zo. Ik heb een mooie kin, hè? Maar als we hier doorlopen, lopen we daar helemaal om. Yes, yes, er spant iets. Ascensio. Yes, yes, finally. 135 CP, maar dat boeit me niet, want ik wil level up. Maar nu gaan we niet level up. Dan moeten we hierna nog 5 Pokémon's vangen. Ik denk niet dat dat gaat lukken deze video. Maar wat maakt het ook eigenlijk uit? We hebben een ijs. Ik denk wel dat ze hem hebben. Nee, we hebben hem. Oké. Okay. We moeten nog maar 600. 600 XP. Dus we moeten nog 3 of... Hier is overal strontgas. Ik heb er geen zin meer in. Wow, 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 wow. Dit is een heel parcours. Dit is echt gewoon basically free running. The shit edition. Mijn handen beginnen koud te worden. Misschien kunnen we straks ergens bij Pokestop een lure aanzetten en wat incense. Nu ben ik heel even op een andere plek. Want ik had die lure uitgeprobeerd, maar er spande helemaal niks. Maar er zit een Electabuzz nearby. En er spande een Jigglypuff en een Sandshrew. Ik wil eerst de Jigglypuff. Maar dus die Electabuzz wil ik best wel graag. Nou, eigenlijk, we hebben al best wel vaak het eieren. Chips, hij was oranje. Maar we kunnen hem denk ik wel hebben. Dus niemand mag het zien. Alleen ik. Yes, we hebben er. Oké, we hebben de Jigglypuff. Ja, we kunnen de Wigglytuff. Dan gaan we die ook nog vandaag evolven. Dus zo even met mijn prachtige handschoenen draaien. Oké, okay, let's go, Sandshrew. What do you want? Niet what do you mean? Ik gok... Ja, deze hebben we sowieso. Want het was nice. En oh, hij was groen. Nou, hij springt eruit. Oké, okay, great. Nee, deze hebben we echt sowieso. Oké, okay, nu opeens wel. Super raar was dat. Met mijn handschoenen gaat dit super moeilijk. Waarom had ik ze niet uitgeraakt? Wedden dat die in het mini-kijkduimplekje zit? We gaan het zien. Onder is een gele gym die we easily kunnen aanvallen. Oké, okay, gaan we straks even doen. Yes, baby. Ja, ja, ja. Kom op, heb ik hem aangeklikt? Ja, er stonden 4 Pokémon's om hem heen en ik heb hem precies aangeklikt. Het is maar 190, though.
Ja, ik denk dat deze wegrent. Ik was een beetje noob om mijn andere bal te gebruiken. Maar please. Oh nee, hij broke free. Raspberry, raspberry. En let's go. Oké, feed the raspberry. En dan nemen we nog heel even een great ball. Ik weet het, hij wordt heel erg verwend. Oh nice. Oké, dit hebben we. Want hij was groene cirkel. En een raspberry. Dus please. Yes. Het is maar een 190. En ik ga helemaal dood van blijheid. Oké, nu over deze Nidoran. Wow. We zijn level up. We hebben 10-0. Oh. We hebben 10-0 voor balls. 10 super potions. En ik denk gewoon revives. En wat pokeballs. Oké. Okay. Nou, we zijn dus lekker level up. En we hebben een Electabuzz van 190. Dat is heel erg veel tegelijkertijd. En ze spannen ook gelijk 5 Pokémons. Holy moly, in het licht is dit echt OP gewoon. Nou, het is spannen wel Zubats en Meowth. Niet zo OP als in het donker. Met een Rhyhorn en dat soort dingen. En nu dus de Pokestop pakken. Eitje. Ja, nog een 5 kilometer ei. 2 5 kilometer eieren. Alleen die kan ik er nu niet in doen. Want ik moet nog 2 kilometer voor mijn 5 kilometer eieren. Maar als ik deze erin doe, moet ik na die 2 kilometer nog 3 kilometer lopen. Dan zijn die anderen al gepopt en is het niet meer spannend. Maar nu gaan we dus lekker lopen of zullen we nu evolven? Ik kijk wel even voor een bankje en dan gaan we evolven. Snel. Super, super. Super snel. Maar misschien kunnen we straks dan ook een lure aanzetten. Want kijk hoe ik mijn telefoon vasthoud. Ja, niet hoe ik hem normaal vasthoud. Dit is nog insane. We kunnen ook een Primate maken. Dus die Squirtle die doen we straks. Ten eerste we zoeken voor de Jigglypuff en daarna voor de Mankey. Ja, dit is onze hoogste. 500. Doen nog een beetje power-up aan. Nee, mijn Stardust maakt niet zoveel uit. Oké, dat hij in ieder geval even 500 is. Ik hou meer van Jigglypuff dan Wigglytuff. Wigglytuff vind ik lelijk. Hé, hey, een onzichtbare. Oh nee. Nou, yo Wigglytuff. Ik ga je gelijk hernoemen naar een Toffeevee. Ja, geen idee waarom, maar ik noem je Toffeevee. Oké, Toffee. Oké, Toffeevee. Doei Toffeevee. Oh ja, Mankey. Oké, hier is een Mankey. We doen deze Mankey hiervoor. Mankey even naar 500 power-up misschien. Oké, ik heb even mijn handschoen uitgedaan. Ik leg hem even hier. Want dan kunnen we beter klikken. Oké, power-up. Yes. Tudu. Nog één keer. En dan is hij goed. Oké. Okay. Ja, nice. Oké. Okay. Yes. Ja, we hebben volgens mij... Ja, we hebben al een Primeape. Oh, chips. Nee, we hebben geen Primeape. Ja, kijk. We hebben geen Primeape. Oké, kunnen we trouwens al zo'n Diglett beestje, weet je wel? A, B, C, D. Ja, hier is Diglett. Hebben we al een Eevee geëvolved? Oh ja, die kunnen we nog alleen... Trouwens, we kunnen deze ook powerupen. Eerst gaan we dan deze hier volgen. Maar 500, dan wordt die volgens mij echt maar 800. Oh, een Dragonair kunnen we maken. Ik maak een Dragonair. We evolven alles. We krijgen... Ik heb geen Lucky Egg gepopt. Die Squirtle is dan natuurlijk ook weg. Zoveel mensen denken, oh my god, Dante. Hé, hey, daar stond Articuno en Moltres bij. Die zag ik wel hoor, Pokémon Go. Cubone. Nee, Clefairy. Nee, oké. Dat was het dan wel even voor nu. Ik denk dat ik een incense aanzet en dan ga ik even naar de gym ondertussen. Ja, ik heb een incense. Oké, let's pop it. Wat? Wow, dat was heel erg compleet random. 600 ratini. Ik wou dat ik die Dragonair later had geëvolved. Deze is veel hoger dan die ik al had. Oké, het is best wel hoog cirkel. Ja, Pokeball waste, I know. Great Ball, Raspberry, Feed. De Raspberry, dit bankje is zo koud. Nice, oké, we hebben een Raspberry, Great Ball, oranje cirkel en niks eigenlijk. Ook al zei ik nice, oh nee. Oké, Raspberry needed. Dratini, what are you doing? Oké, Dratini. Oh my god, oké, ik moet mezelf een slap geven. Dat is zo dom. Yes! Oké, we kunnen al bijna... Oh my god! Wow, het is zo lang geleden dat ik een Slowpoke heb gezien. Er zit er gewoon eentje nearby. Ik wil hem. Dus let's go. Woehoe! Het heksertje ziet er niet zo creepy uit overdag. Het is gewoon een bende met takken. Ik denk niet op de parkeerplaats, maar bij de gym. Dus let's go terug. Ik loop maar heen en weer. Maar er zit dus een Magmar nearby. En een Growlithe. Als hier de Magmar niet zit, weet ik echt niet waar ik moet kijken. Want ik ben al dicht bij de parkeerplaats geweest. En je weet toch dat we verkeerde kant op gingen met de Machamp. Stel dat hij daar is, nodig ik echt niet heen. Ik loop me helemaal stuk. Dus ze kunnen misschien ook
op het strand zijn of bij de gym, maar daar is het zo flippend koud. Dus ik zat zo van, ja, hier moet de Growlithe zijn. Ik heb zo... Oké. Kijkers, de span nu een Cubone. Ik ben dus nu op de parkeerplaats, maar deze spannen via mijn Instant. Hij moet dus bij het strand zijn. Dat is meer dan 200 meter dus. Shit. Of hij is verder op de parkeerplaats. Maar die Magmar en die Growlithe en die Diglett, jongen. Oh, die wil ik. Hé, hey, de Diglett span bij Minikijkduin. Onze Pokémon box is vol. De Diglett is net gedespawned, jongens, maar dit is nog wel een Geodude. Die Magmar, jongen, die is dus denk ik echt bij het strand. Ik denk niet dat we daar een kans voor hebben, maar we hebben wel dikke Pokémons nearby gezien. Holy flippin' moly. Hier is wel een keer een Charizard gespawned, maar toen had ik geen tijd om er naartoe te gaan. Dus ik wil dat hij nu spant op een Blastoise of zo. Wow, you catch 50 ground-type Pokémon. Nou, bedankt. Yes, de Magmar, de Growlithe en de Diglett. Er is hier een Diglett van 19 CP. Ik wou net zeggen, ja, die gaan we hier jullie vangen. Nou, dat wordt nog eens moeilijk. Oké, we hebben een nice. Sowieso hebben we deze 19 CP easy, dus we kunnen eigenlijk al doorgaan. Ja, kijk, we hebben hem. Ik dacht, Scyther. Dit is een serieuze Scyther. 800 Scyther, die was niet eens nearby. Deze ga ik met Raspberry en Ultra Ball. Sowieso. Hij is een gele cirkel met Raspberry en Ultra Ball. Gooi ik mis. Nu hebben we een nice. Ik weet zeker dat we deze niet hebben. We hebben 800 Scyther. Yes. Ik denk niet dat ik de gym ga aanvallen, aangezien de spannen hele erg goede Pokémons. Dus eigenlijk wil ik die ten eerste ook vangen. En het is hier bij het strand zo mega koud bij deze gym. Dus ik ga weer terug die kant op, want daar is het tenminste wat warmer. En misschien ga ik nog heel eventjes, want mijn handen beginnen ervan af te vallen. Spot een Krabby en een Ekans. Ik hoef geen Krabby, maar wel een Ekans. Mijn handen vriezen, jongen. Oké, zo, kom op. Oké, we hebben een nice. Volgens mij is onze incense voorbij. Maar het enige wat we hebben gepakt met onze incense is een Cubone. Dat is alles. Incense waste je aan een Cubone. Als je ook al een Marowak hebt. Oké. Mijn rechterhand vriest omdat die geen handschoenen aan hebben. En mijn link eigenlijk ook. Maar stop over dat vries. Zijn hoofd ging echt zo helemaal naar onder toen ik een Poké op zijn gezicht gooide. Oh, dat was grappig. Oké, dit keer deukt zijn hoofd niet in. Misschien moet je een Great of Excellent hebben. Boom! Yes, ik heb hem. Oké, nice. 28. Eieren. Yes, het is eiertime. 3 2 kilometer eieren en 2 5 kilometer eieren. Dus let's go. Toen, oké, geluid. Oh, chips. Ik heb de muziek uitgezet. Maar het is dus een Machop. Ik heb al mijn chip, maar ik ben alsnog super blij. Oké, volgend ei. Volgend ei, please. Eentje moet nog 100 meter. Ja, alles moet 100 meter, behalve 5 kilometer ei. En eentje nog 300 meter van de 2 kilometer eieren. Nou, die twee kunnen we dan nu alvast inzetten. Voor de volgende keer. Deze incubator. Let's go. Wil die nu wel? Nee, hij wil gewoon deze pokestop echt niet looten. Zoek je de wat is? Ja. Die ik weet waar die zit. Echt, waar dan? Als je daar aan het einde bent, moet je daar naar rechts. Van die parkeerplaats. Ja, je hebt daar een trap. Daar moet je naar boven en daar spant hij. Zo, hé. Dacht, moet je zien op de screen recorden hoe sloom die, die bal gaat. Maar alsnog, we hebben hem. Nice. Nidoran heeft poison. Dat wist ik niet. Mijn Pokémon knowledge gaat weer zo omhoog. Woep. Even lekker eitjes poppen. Oké. 5 kilometer ei. Dan heb je een Goldeen. Uit de 5 kilometer ei. Oké, als het 3, 2 kilometer eieren. Let's go. Pidgey. Oké. Pidgey wil ik zeker vaker. Weedle. Die wil ik zeker ook vaker. Nou, die was geslaagd. Kijk eens, de Magmar spant. Oh my god, het jongetje had ook nog eens gelijk. Hij krijgt dikke credits, jongen. Oké, kalm. Raspberry, Ultra Ball. Waarom doe ik een Ultra Ball? Wow, die was heel erg fout. Ik gooi hem recht naar voren en hij curved. Oké, we hebben eindelijk. Ik heb nu geen Ultra Balls meer volgens mij. Ik heb er 10 gebruikt voor deze of zo. Kom op. Yes, eindelijk.
Nice, Ember en Flamethrower. De laatste 2 kilometer ei moet poppen. Dan ga ik nog heel even naar die jongens toe om ze te bedanken. Want dit is zo vet. Dit is een ei. Alleen 1-2 kilometer ei dus. Ondertussen ga ik gewoon lekker doorlopen. Nou, wat is het? Vertel het me. Alweer een Pidgey. Een Pidgey, een Weedle en een Pidgey. Ik ga mijn Pokémon Go afsluiten. Nou, ik wil even dikke credits geven aan deze gasten. Want hun hebben me geholpen om de weg te leiden naar de Magmar. Maar willen jullie nog wat zeggen? Ja, ik wil een shout-out doen. Oké, naar wie? Naar Tigo. We hebben dus een Magmar, Electabuzz en Dratini en nog heel erg veel andere dingen. Dus ik zie jullie bij de volgende video. Later!